Bingoal, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen. Dit weekend richt de drafsport zich op de hippodroom van Tongeren. Op zaterdag staan er 7 koersen op het programma. Wij kijken uit naar de TRC die als derde race van de dag verreden wordt. In die koers komen er 13 deelnemers aan de start die een afstand van 2150 meter moeten afleggen. De strijd is vrij open, want er komen enkele paarden aan de start met relatief weinig koerservaring. Het startnummer 8 is voor Hasta Luego du Gers geen voordeel, want de zwarte draver moet helemaal aan de buitenzijde vertrekken. Toch geloven we in zijn kansen, want 2 weken geleden liep hij zijn beste koers in zijn nog korte carrière. Driver Grégory Bastin herkennen we aan de blauwe kleuren met rode ster en witte armbanden. Over dezelfde afstand als dit weekend behaalt Hasta Luego du Gers een mooie tweede plaats. Hij moet in de laatste meter slechts nipt de duimen leggen tegen Kate Duraffet in de bruin-oranje kleuren. Van deze tegenstander is Grégory Bastin dit weekend verlost. Het gevaar schuilt eerder bij het nummer 12, Galapagnari. Ook deze Mary nam deel aan deze referentiekoers. In de blauwe kleuren met groen-gele band zien we driver Eddie van Hout uiteindelijk de derde plaats behalen. Dit is opmerkelijk, want zijn Galapagnari deed een wederoptreden na 9 maanden afwezigheid. Het feit dat zij zich bij de eerste 3 kon melden opent perspectieven voor onze TRC. Toch is het ook uitkijken naar het nummer 13 van Kala Lauda. Zij komt aan de start met Frank van den Berg in de rood-witte kleuren van Daniel Laurijs. Op 27 april was zij pas toe aan haar derde koers uit haar carrière. De 4-jarige Mary doet hier koerservaring op en moet 25 meter goed maken op Lara Duraffé. Ze eindigt als vierde net achter deze rivalen die ze in de TRC van dit weekend opnieuw treft, maar deze keer zonder de initiële handicap. Hierdoor zou Kala Lauda heel dicht kunnen eindigen en is zij zelf in staat om zich te meten met Hasta Luego du Gers. Vandaar is onze prognose voor de TRC in Tongeren 8, 12 en 13. Bingoal, de nummer 1 boekmaker voor paardenrennen.